Anthony, wat kwam er allemaal los bij dat doelpunt? Ja, ik kan het zelf niet eens beschrijven. Gewoon van alles, van alles. Je zag het, ik trok mijn shirt uit, ik rende heel het veld over. Ja, ik wist het zelf ook niet meer. Ja. Je had wel speciaal een blauwe onderbroek aangetrokken voor vandaag. Ja, ik dacht, ja, als ik zou scoren, dan ga ik mijn shirt uittrekken. Ik ook mijn kap een klein beetje laten zien, toch? Je geluksonderbroek. Nou ja, vanaf nu wel, ja. Dit wordt mijn wedstrijdonderbroek. Nee, ja, ik had hem gewoon toevallig aan. Ja, ja. Maar je loerde op dat momentje, hè? Want Noppert nam hem aan en jij was als een duveltje uit een doosje. Ja, ik hoopte eigenlijk dat daar die bal eigenlijk goed zou vallen. Maar toen zag ik dit en ik zag van ja, hier moet ik mijn kans pakken. En ja, eindelijk gewoon. Ja, lekker gevoel, lekker gevoel. Je zegt eindelijk, waarom? Ja, ik was er zo lang dichtbij en ja... Ik heb makkelijke kansen gekregen om te scoren en dit is een hele lastige situatie. Maar uiteindelijk, als ik dan zie dat die erin gaat, ja, is gewoon mooi. En uiteindelijk zie je ook gewoon de manier hoe ik juich. Ja, supermooi gewoon, supermooi. Ja. Ja. Is het moeilijk geweest de tijd gedurende het wachten tot zo'n doelpunt? Jawel, ik heb er wel echt veel moeite mee gehad. Maar ja, elk voetballer kent wel zijn mindere periodes. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik toch nu eindelijk mijn doelpunt heb gemaakt. En ja, nu gewoon doorzet in de playoffs. Ja. Ga je vanaf ieder moment, ieder doelpunt, ga je dan zo juichen nu? Of? Nee. Dit was gewoon, ik liet gewoon niet zien dat het de opluchting was. Maar nu heb ik wel gewoon mijn normale manier van juichen. Ik denk, hij redt vanaf Heerenveen naar het volgende station. Dat is Steenbergen, denk ik, hoor. Ja, kijk, ik had wel iets kort gespeeld, dus ik kon wel rennen. Dus, Ik kreeg ook nog even reacties van de jongens van Go Ahead. Die dachten ook van, joh, doe eens even rustig. Ja, uiteindelijk zocht ik mijn shirt. Ik wilde hem ook echt gewoon pakken, maar ja, ik kon hem ook zelf niet vinden. Dus, je was hem kwijt? Ja, ik was hem gewoon kwijt, ja. Inmiddels weer gevonden, ja. Ik heb hem aan iemand gegeven. Oh ja? Ja. Okay, ik wou zeggen, je houdt hem aan, maar... Nee, ik had hem wel aan iemand gegeven. Iemand wilde hem hebben, dus ja, ik gaf hem gewoon. Ja. Hey, dankjewel. Top.